Waterschap AN Maas gaat deze maand weer beginnen met het verbeteren van de veiligheid van de dijk langs de Maas. Het gaat om het traject van Graven naar Neerloon en de dijk rondom het eiland Keent. Elke vijf jaar wordt bekeken of de veiligheid van de dijken nog in orde is en of ze aan de wettelijke eisen voldoen. Bij de dijk bij Keent was het nodig om in te grijpen. De bermen worden opgehoogd aan de teen van de dijk en op sommige plaatsen worden de taluuts verflauwd. Ook wordt er in de uiterwaarde klei ingegraven en komen er steunbermen in de dijk om hem stabieler te maken. De werkzaamheden moeten voor oktober dit jaar klaar zijn.